dat je kijkt naar een video van Passie Vertaald. Dit is de algemene reading voor de maand augustus. Check even de Facebookpagina voor de geschreven lezing. Uiteraard iedere dag dagkaartjes, informatie kun je vinden op de pagina. Voor nu laten we gewoon lekker gaan beginnen. Mocht deze lezing niet voor jou zijn, maak hem ook niet voor jou. What's wrong? What are you looking for? Je zit in mijn video. Truus? Ja? Oké, maak hem ook niet voor jou. Haal eruit wat je eruit kan halen en laat de rest gewoon lekker voor de rest. Laten we lekker gaan beginnen. Voor de vis in de maand augustus. Ja, je kan merken dat het warm is. Mijn kaarten plakken enorm aan de tafel. Vet irritant. Vis. Vissen. Wat is er met de vis aan de hand? Dat mag ik doorgeven aan de vis. Vissen voor de maand. Cycli. Voor alles is er een goed moment. Respecteer de cycli van je lichaam en luister naar de magie van, van de maan. Heiligdom. Trek je even terug uit de wereld. Breng meer tijd alleen door. Mediteer of ga een retreat. Dat is een zware. Goed, cycli. Ik wil graag meer weten over cycli. Spirit, met welk deck mag ik dit vertellen? Spirit voor de vis, wat mag ik vertellen aan de vis? Waar gaat deze kaart over? Dit is een vis die niet kan accepteren dat bepaalde dingen zijn in het lichaam. Misschien met het ouder worden. Ik merk hier ook een energie van een dame die... iets met haar, cyclus heeft. Spirit voor de vis, wat mag ik hierover vertellen? Koningin van Zwaarden. Munt 5. Geliefde op de kop. Staven 3. Staven 8. Kelk 4. Oké. Ik heb het idee dat ik hier te maken heb met een persoon. Met een persoon in kwestie die. Treurt over iemand anders. Als dit een liefdessituatie is met de geliefde hier op de kop. Zeg dit tegen mij dat er een einde is gekomen aan een relatie. Niet getreurd. Er staat wel een andere persoon op jou te wachten. Voor alles is een goed moment. Daar gaat ook communicatie over en weer. Ik heb het idee dat er nu al communicatie is. Ten eerste visueel. Maar ten tweede ook communicatie wat binnen wil komen. Misschien dat jij een bericht naar iemand wil gaan sturen. Maar dit is iets... waarover jij misschien nog niet helemaal zeker bent.
Voor alles is een goed moment. Misschien sta je juist wel te wachten. Het moment dat je kan binnenkomen. Of dat die communicatie met deze persoon kan starten. Degene waarmee ik hier te maken heb, heeft een moment van heling nodig. Deze vis heeft heling nodig, want je kunt niet van de ene op de andere stappen. Dat gaat niet werken. Heling, niet alleen vanuit, niet alleen voor je relatie, voor het einde van de cirkel die hier is, einde van de cyclus die pas gekomen is, maar ook het hele van jezelf, het accepteren dat je nu alleen staat, het accepteren dat je bepaalde dingen zelf ook, hè, dat je daar ook bij bent geweest, dat de persoon die nu heel erg koud is tegenover jou, jij die persoon ook zou moeten vergeven. Er is nog zoveel actie nodig. En zoals de maan ondergaat of de zon opkomt, gaat de zon ook weer onder. En dat is met de maan idem. Ze vernieuwt iedere keer weer. Elke keer komt ze weer, dan is er weer een nieuwe maan. En dan gaan we naar het eerste kwartier. Gaan we naar... Gaan we naar de volle maan, tweede kwartier. Er is een cyclus ten einde gekomen en er is een nieuwe cyclus die wil starten. Waarin een aanbod, waarin het universum jou een aanbod doet voor een nieuwe emotionele vervulling. Voor een nieuwe emotionele ervaring. Neem het zoals het resoneert. Heiligdom. Trek je even terug uit de wereld. Breng meer tijd alleen door. Mediteer of ga in retreat. Waar heeft dit mee te maken? Ik denk dat dit ook te maken heeft met het feit dat jij... bepaalde dingen eerst moet gaan helen. Munt 7 was onder op het dek. Zaadjes. Je zult eerst jezelf water moeten gaan geven. Ja, er is een verlossing onderweg. Oké, koning van staven, op zijn kop, misschien te maken gehad met een leeuw, maar dit zegt voor mij vooral een persoon die, de koning van staven op zijn kop is een persoon die denkt alles beter te kunnen en dit is een persoon die zichzelf nog wel tegenkomt. Maar voor jou is er nu een verlossing vanuit deze persoon nodig. Jij zult jouw ziel moeten releasen, moeten vrij moeten maken van deze gehechtheden. Maar wat komt altijd terug? Hier hebben we de zon en de maan weer. Met de matigheid op de kop. Er zijn nieuwe mogelijkheden beschikbaar. Maar je zult wel eerst alle... voor en tegens tegenover elkaar moeten gaan zetten. En eerst eens gaan kijken, wat mag ik helen? Wat mag aan het licht komen? Ja. De keizer hier op de kop. Maakt niet uit, mannelijk of vrouwelijk. Momenteel sta je gewoon niet in je kracht. En is het nodig om even alleen te zijn. En het is ook niet erg om even alleen te zijn, hè?
ook niet erg om even alleen te zijn. Koningin van Munten. Aarde, tekens, dier, maag, steenbok. Ik heb het idee dat deze persoon op jou wacht. Deze persoon heeft jou eigenlijk al lang gezien. En ik heb het idee dat jij denkt, jij hebt de tijd nodig. Jij hebt de tijd nodig om goed te kunnen bedenken, ga ik dit wel doen, ga ik dit niet doen. Luister heel goed naar jouw eigen innerlijke wijsheid en neem dan pas een beslissing om de sprong in het diepe te wagen. En hou ook rekening met de consequenties die daaraan zitten. Er kan wel een einde komen aan zware 10 onder op het dek. Er kan wel een einde komen aan de situatie van het overdenken, zodat je nu eindelijk je gedachten vrij kunnen zijn. Ja, maar er is wel iemand die hier terugkomt hoor. Met de dat van Fortuin op de kop. Iets komt weer terug. Munten 7 en jij zal, als je dit wilt, de zaadjes mogen planten. Of de zaadjes die je al geplant hebt, moeten gaan water geven. Het kan zijn dat het met een maagd is. Maar hou er wel rekening mee dat deze persoon wel zijn of haar muren omhoog heeft. Vis, Augustus. Evenwicht. Om meer energie, harmonie en productiviteit in je leven te krijgen, moet je een balans vinden tussen werk, rust en vrije tijd. Neem een powernap. Neem tijd voor jezelf. Ik merk ook hier een vis, die is echt enorm uitgeput. Ik voel me eigen ook uitgeput. Maar ik heb ook het idee dat dit komt omdat je altijd maar hebt moeten lopen voor mensen. En je eigen elke keer maar keer op weer heen, weer opnieuw hebt moeten bewijzen. En maar weer bewijzen. En dan was er weer, waren er weer mensen om je heen die zoveel van je vragen, waar je eigenlijk of geen zin in had, of ja shit, het moet maar, omdat het zijn familie, het zijn mijn vrienden, het zijn, weet ik niet wie het zijn, maar mensen die eigenlijk te veel van je vragen, waarom? Omdat je altijd maar blijft geven en mensen die gaan het dan van jou verwachten en eigenlijk kon je niet meer geven, je was op. En ik heb het idee dat daardoor ook ergens een breuk is gekomen in een relatie. En ik heb ook niet het idee dat dat nu heel recent, kort geleden is gebeurd. Maar dat het echt, dan praten we echt al over een aantal maanden misschien. Of weken. Dit is niet iets van de afgelopen 2 weken of zo. Dit is al iets wat al langer, waar je al langer mee bezig bent. Ziek ben moe. Helen. Het is nu de tijd om te helen of geheeld te worden. Iedereen heeft een natuurlijke gave om te helen. Ja, zelfs jij. Als je het maar toelaat. En als je niet weet hoe je jezelf moet helen. Of als je dit niet weet. Vraag gewoon om hulp. Mensen, er zijn genoeg mensen die jou kunnen helen. Maar ik heb ook het idee dat er een persoon is. Ergens daarachter in jouw hoofd. Waar jij wel rust vindt. Of waar jij. En dit kan zomaar een moeder zijn. Hè, of een vader zijn. Waar jij lekker door vertroeteld kan worden. Of misschien een vriend of een vriendin. Waar je ja, gewoon je eigen heel erg fijn bij voelt. Waar je lekker tot rust kan komen.
Of dat je misschien iemand om je heen hebt die, die werkt met zijn of haar helende gaven. Die misschien reiki doet of ja, reiki massages. Ik merk ook massages, misschien is dit wel wat jij nodig hebt om te kunnen ontspannen. Want op het moment dat je gaat ontspannen kun je ook helen. Oké. Je vermogens om waar te zeggen is nu extra sterk. Je bent in staat om je huidige situatie kristalhelder te zien. Kijk. Overvloed. Bereid jezelf voor op overvloed. Laat geestelijke blokkades los, want in elk land en op aarde is er genoeg overvloed voor iedereen. Spirit Welcome Deck. Er is een vraag. Er is iemand met een vraag. Er is iemand met een vraag. Er is iemand met een vraag. Stel je vraag maar. Hou je vraag maar goed in gedachten. Spirit, mag ik het antwoord op de vraag? Spirit, mag ik het antwoord op deze vraag? Meditatie geeft de oplossing, oftewel je dient te connecten met jouw innerlijke, jouw ware zelf, met jouw engelen. Het is niet zoals jij denkt dat het is. Onwaarschijnlijk komt eruit. Het is niet zoals jij denkt dat het is. Het gaat niet gebeuren zoals jij denkt dat het gaat gebeuren. Nee. Duidelijke antwoorden, toch? Een levensbloem. Voor de vis. Levensbloem. Genezing. Richt je op jezelf en besef dat het geven en ontvangen van liefde in al zijn vele fantastische vormen van grootsheid de sleutel tot genezing is. Iedere ziekte is een symbolische boodschap van een deel van het een en ander. Van het ik aan een ander. Met betrekking tot jouw emotionele reacties op het leven. Laat jezelf genezen, gebruik jouw wil, jouw intenties en jouw wijsheid om met compassie de waarnemingen en de ervaringen die je met je meedraagt te begrijpen. Raak vertrouwd met jezelf, voordat je probeert anderen te helpen. Respecteer het recht van een ander om de pijn die zij kiezen met zichzelf mee te dragen om de waarheid van hun hogere zelf te kunnen vinden. Pijn is de manier waarop jouw hogere zelf om aandacht vraagt. Het is de manier van dit fantastische, prachtige universum dat je zelf bent, om je te laten zien dat je uit balans bent. Het doet al het mogelijke om jou in balans te brengen, zodat jij jouw potentieel kunt vervullen. Alles is perfect op dit moment. En deze staat in de verbinding met de cycli. De persoon hier die niet kan accepteren dat zijn of haar lichaam ouder wordt en pijntjes krijgt, het hoort er allemaal bij. En de persoon hier, ik heb ook het idee dat iemand, een persoon jou niet meer aantrekkelijk vindt omdat je ouder wordt. En jij weet dat dat niks met jou te maken heeft. Hè, misschien word je wel kaal, ik noem maar wat. Maar jij weet dat dat niks met jou te maken heeft en dat dat puur het ego is van de persoon waarmee je te maken hebt. Maar toch wijs je die vinger naar jezelf, want
Jij bent dan degene die dat mankeert. Maar er wordt hier eigenlijk jou geleerd om juist van jezelf te houden op de, zoals jij in werkelijkheid bent. Zoals jij, dat jij leert houden van wie jij van binnen bent. En dat uiterlijk alleen maar slechts schijn is. Want iemand met een heel bloedmooi lijf en een mooie kop en een mooie bos met haren kan een verschrikkelijk kutkarakter hebben. Of iemand die een heel mooi strak lijf heeft met een hele mooie, weet ik veel wat dus, op wat voor leeftijd dan ook. Die ziel die kan helemaal verdoofd zijn van de ego. Dus het heeft geen zin om je eigen daaraan vast te houden. Je moet door de ogen iemand echt recht in de ogen kunnen aankijken en naar iemands ziel kunnen kijken. Want daar zit de schoonheid. De schoonheid zit niet in uiterlijke wensen. Iedere kleur van het lichtspectrum heeft zijn eigen golflengte en zijn eigen energetische vibratie die communiceert met en invloed heeft op onze persoonlijke energetische vibratie. Kleur kan een diepgaand effect hebben op jouw stemming en welzijn. Net als dat bijvoorbeeld zwart wordt gelinkt aan bijvoorbeeld depressie. Nou is dat natuurlijk onze eigen aanhang geweest, maar bijvoorbeeld de kleur geel is juist een hele zonnige kleur. En de kleur grijs is juist een heel grauw. En bijvoorbeeld de kleur rood wordt gelinkt aan de liefde, terwijl dat juist de kleur groen de kleur van je hartchakra is. Ervaar het creatieve, genezende en kalmerende effect van kleurenmeditatie. Ga rustig zitten en concentreer jou op je ademhaling. Stel je voor dat je onder een hemelse vibrerende regenboog zit die is gevuld met heel veel kleuren. Laat alle schitterende kleuren over en door jou heen stromen. Goud, zilver, koper, platina, violet, paars, magenta, lila, indigo, blauw, roze, smaragdgroen, geel, oranje, rood en robijnrood. Adem deze kleuren in, één voor één in en blijf zo lang nodig zitten in iedere kleur. Laat ze allemaal passeren en oplossen in het licht om jou heen, in eenheid. Voel, terwijl het lichtkanaal zich uitbreidt, hoe tintelende sensaties door je heen gaan en jou genezen en kalmeren. Concentreer je op je ademhaling en kom terug in het dagelijkse leven met extra energie, balans en creativiteit. Wauw. Bewerken. Staar naar jouw liefhebbende handen. Hoe wil jij jouw leven creëren en bewerken? Kijk naar je voeten en voel ze op de grond staan. Sluit je ogen en stel je voor dat je de aarde ziet vanuit het perspectief van de ruimte. Wat is zij wonderbaarlijk en prachtig? Groen, blauw, wit, licht en donker. Oneindige, eindeloze verhalen die zich afspelen op aarde. Wees je bewust van jezelf op aarde en dat jij jouw verhalen uitspeelt en creëert. Bekijk dit allemaal door de ogen van een hoger bewustzijn. Zie het totale, grote geheel vanuit het perspectief van de ruimte. En ga dan rustig steeds meer in de richting van de aarde. Voel hoe je landt op de aarde en zet jouw voeten op de grond. Neem je voor dat je vanaf dit moment jou niet meer laat intimideren door het leven, maar in plaats daarvan juist je eigen pad creëert. Laat je eigen niet intimideren door het leven, maar vooral ook niet door de mensen waarmee je te maken hebt. Want als mensen jou kunnen intimideren, sta je niet sterk in je schoenen. Dan kunnen mensen je maken en breken. En jij bent juist degene die jouw leven moet kunnen maken en breken. En dat moeten niet anderen voor jou. Goed. We gaan even door naar de liefde. Stukje liefde, een liefdeskaartje voor de vis. De vis moet zichzelf vrijmaken. Voor de single vis. Single vis. Voor de single vis, spirit. Single vis. Single vis. Single vis verlangt naar iets. Maar de single vis is nog niet zo ver.
Huwelijksreis. Geniet van de vrije tijd die je samen hebt. Deze kaart heeft meerdere betekenissen. 1. Je gaat misschien op huwelijksreis, maar in de toekomst. 2. Je kan iemand onderweg tegenkomen op het moment dat je gaat reizen. Dat je iemand misschien zelfs wel op vakantie tegenkomt die jou hartje sneller laat kloppen. Maar ik heb ook niet het idee dat dit een blijvend iets is. Dit is dan wat meer een vakantieliefde. Huwelijksreis hoeft natuurlijk niet per se te betekenen trouwerij of iets dergelijks. Maar dit is voor mij, komt bij mij meer binnen als de reis die je met jezelf mag maken. Dit is meer de reis die jij innerlijk mag beleven. Om te ontdekken wie ben ik nou werkelijk zelf. Zoals ik net ook al zei, er is een vis, deze vis is eigenlijk helemaal nog niet zo ver. Mag ik hier meer over weten? Ik mag er nog één pakken. Kom maar door dan, voor die vis. Trek je zielsverwant aan. Ja, oké. Ik snap het. Ik wil dit graag verklaard hebben. Mag ik? Voor de single vis, mag ik dit verklaard hebben, Spirit? Ik hoor een liedje. What's love got to do? Got to do with it. Ja. Yeah. What's love but a second hand emotion? Ah. Die vakantie. What's love got to do with it? Het is geen liefde. Het is meer een. En die. Mag ik dit verklaard hebben, Spirit? Voor de vis? Mag ik dit verklaard hebben voor de vis? Hoge priesteres op de kop. Ridder van zwaarden. Op de kop. Wereldkaart op de kop. Ja, oké. Zoals ik al zei, what's love got to do with it? Niks. Deze situatie, hier is geen liefde, dit is puur gewoon roekeloos gedrag. En dit is een cyclus die zich continu herhaalt, omdat je teruggaat naar jouw oude ik. En jouw oude ik was roekeloos. En ik heb het idee dat er ergens vastigheid wel is geweest. Maar omdat dat weg is, of heb je juist weer weg is, of weg is gevallen, of niet bij de hand is, voor toereiken is, is het. Wil je je gedragen zoals je je toen gedraagde? Eigenlijk meer om de pijn te verzachten. Maar je wordt hier straks wel met je neus op de feiten gedrukt hoor. Want je krijgt daar wel spijt van. Spijt van in de zin achteraf. Maar ook die spijt mag je dan weer gaan helen. Excuus. Dit is iets wat er nog uit moet.
trek je zielsverwant aan voor de single. Trek je zielsverwant aan. Je gebeden, je affirmaties en je visualisaties helpen om jullie bij elkaar te brengen. Spirit, wat mag ik hierover vertellen? Voor de single, voor de single vis. Je affirmaties, je gebeden en je visualisaties helpen om jullie bij elkaar te brengen. Nummer 1, magician, dat ben jij. Jij bent de magier, jij creëert dat wat jij wilt creëren. Jij creëert jouw emotionele vervulling met de kelken 9 hier. Zwaarde 7. Op de kop. Niet langer gehunt worden door gedachten. Niet langer achterna gezeten worden door zaken uit het verleden. Maar alleen als jij je eigen overgeeft aan de liefde. Ontvang je gerechtigheid. Dan pas zal jouw zielsverwant binnenkomen. En zielsverwanten komen in vele vormen. Zielsverwanten komen niet alleen om je lessen te leren. Kijk, heel veel mensen zijn gefocust op een tweelingziel. Terwijl dat je hebt zo eerst, je hebt ook nog zoveel zielsverwanten te ontmoeten. Waarom alleen maar je tweelingziel? Laat alsjeblieft dat gewoon los. Jouw tweelingziel komt dan wel op het moment dat je dat nodig is. Dat jij zelf zo ver bent. Voor de vis in de relatie. Voor de vis in de relatie. Kinderen. Voor de vis in relatie. Vis in relatie. Verloving, je liefdesleven komt op een hoger niveau van commitment. Gefeliciteerd. Zeg voor mij, misschien krijg je een aanzoek. Kan ook zijn dat op het moment dat je misschien maar net in relatie dat je gaat samenwonen. Maar dat er juist een hogere frequentie in de liefde wordt bereikt. Geef je relatie een kans. Werk aan je relatie. Ik denk dat ik niet meer hierover mag het hoef te vertellen. Want dit is aan jou. Als jij echt met de persoon wilt zijn waar jij nu mee bent, dan heb jij nergens geen twijfels meer over. En dan ga je daarvoor. Dan ga je eraan werken. Aan de dingen waaraan jij mag werken. En dan ga jij verder. En zorgen dat de dingen allemaal lukken en dat je goals gaat behalen en dat je goed kan samenwerken. Voor de vis, spirit, voor de vis. Affirmaties voor de vis. Welke dingen mag de vis uitspreken? Ik neem regelmatig de tijd om me te realiseren dat ik liefde ben en dat wonderen bij het leven horen. Welke affirmaties mag de vis flink uitspreken? Als ik steun op zekerheid en vertrouwen, kijk ik anders naar de wereld. Ik kan me op ieder moment afstemmen op de kracht van de liefde door te bidden, na te denken en me in stilte te hullen. Oftewel meditatie. Mediteer. Ik ontdek de diepere betekenis van moeilijke situaties en ervaar persoonlijke groei.
Ik laat het verleden los en bekijk anderen door de ogen van de liefde. Goed, vis. Dit was jouw reading. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Check ook even de Facebookpagina en hopelijk zie ik jou bij de volgende.